En participanten van de training Sign Language for Health and Social Workers hebben vandaag hun certificaat ontvangen. Het doel van deze training was om via gebarentaal de communicatie en de toegang voor doven tot gezondheidszorgdiensten en sociale hulpverleningsdiensten te verbeteren. De trainingen die zowel in Paramaribo als Nikeri zijn gehouden, zijn uitgevoerd door trainers van de Stichting Surinaamse Dovenbelangen en gecoördineerd door het Medisch Opvoedkundig Bureau MOB. De groep van Nikeri heeft inmiddels hun certificaat ontvangen en vandaag was de groep uit Paramaribo aan de beurt. Rosita Etnel, trainer, hoopt dat er in de toekomst een gebarencursus komt voor het opleiden van tolken. Hopelijk in de toekomst, en ik zal eraan meewerken, dat het misschien echt gebarencursussen worden verzorgd, zodat er mensen zijn die willen opgeleid worden tot tolken. Want gebaren kennen en tolken zijn twee verschillende dingen. Je kunt gebaren kennen, je kunt zoveel kennen, maar als je moet tolken voor een persoon, bijvoorbeeld bij de justitie of bij de dokter, dan is het heel anders. Want daar ga je heel veel, zeker, je mimiek gebruiken en je houding. Als je een dove ontmoet, gebruik alles wat je hebt om de dove duidelijk te maken wat je wil zeggen. Ga schrijven, ga tekenen, ga alles doen. Ik zei het al, als een dove niet naar school is gegaan, is het moeilijk om de gebaren die we nu geleerd hebben, dat hij weet wat je eigenlijk bedoelt. Dan zul je op een andere manier moeten communiceren. Celsius Veira, hoofd MOB, drukte de participanten op het hart het niet bij deze training te laten. Hij vindt het belangrijk dat de mensen zich blijven ontwikkelen in deze gebarentaal. Een taal is iets dat je actief moet gebruiken. Zodra je ermee stopt, betekent dat alles wegzakt en dat je van vooraf aan weer moet beginnen. Dus blijf investeren erin. Ik kijk tegelijkertijd ook naar Rosita. En waarschijnlijk moet er vanuit het ministerie ook geschreven worden dat er van tijd tot tijd een refreshment komt. Zodat de taal levendig blijft. Celsius Veira, hoofd MOB. Hij sprak vanmorgen bij de certificaatuitreiking van de training Sign Language for Health and Social Workers, die gehouden is in de conferentiezaal van het Leger des Heils aan de Henk Aronstraat.